Onderal in Tisjaars die Alliance in Friesland gonnen de toneelvereniging in Doek op. Is ze woord bloeien ze juist op. Hoe kan dat? Ja, nou, we zijn altijd heel actief bezig met Sjenna en Naya Ding en beziek je op naaie manieren de meeste beloeken bij het toneel. En ja, ik denk dat vertutendocht zou in erin van de jaren. Ja, die is goed. Dat hier voor het oors. Dit hier van de eerste nieuwe losspel. Ja, dit is wel de grootste uitdaging onder nota die we hebben. En ja, het is echt een groot type losspel. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld het type losspel van Burgum of van Snakkeborn of van nou ja, Jorwert bijvoorbeeld. Visser. En ik ben regisseur inderdaad en regisseur nu van Oera Linda, een groot openluchtspel hier in Zeewolde. Alle kindlitsen die baas de man, alles was beziekest, vindt op en om. Oera Linda, er is ooit een boek verschenen, het Oera Linda boek. En dat was heel mysterieus. Was het waar, was het niet waar, was het een oud geschrift? En daar is heel veel commotie rondom geweest. Over de Linda. Het is een stuk, weet u, daar is van alles hier zit. Zang, doens, theater. Ja, dat klopt. Het komt alweer bier maar. Het is echt een totaalvoorstelling. En de focus is op het toneel en het vertellen van het verhaal. Maar ik heb wel trots dat we het gebroek maken van zang en doens. Ja, dan wordt het alweer wel levendig en dan krijg je een heel mooi, vlot verhaal. En nou, ik ben heel blij dat het, want het een historisch verhaal en dat is het ook. Maar we kunnen wel mijn humor brengen en het wordt, er wordt ook naar je lakens is. Maar dus ja, er zit nog heel soort in. Waarom wat mensen in Oerol in de komen? Nou, het is gewoon hartstikke leuk om de skiertnis van het Friese Riek nog eens een keer te jaren. Er staat mensen tochten dat het weer. Er zijn een hele protte Friesen geweest die tochten dat het Friese Riek er oors uit zegde nou. Ja, het is gewoon een hartstikke mooi belofspel. Mijn doens en zang en van alles zit erbij. Dus vooral komen. Ja, het hartstikke leuk. Maar dan ben je de voorstel. Nou, we beginnen op 26 juni de première en dan 28 en 29 juni op Sreten Satris. En dan de week later is het op jouw 4 en 6 juli is het ook nog een week aan mijn vaststellings. Ja.